lieve mensen. Hoi, hoi allemaal. Hoi, hoi. Hallo. Hoi allemaal. Hoi lieve allemaal. Hoi allemaal. Hallo. Dag lieve mensen. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hallo allemaal. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hoi. Auw. Goedemorgen lieve mensen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Hallo allemaal, dag bij een nieuw vlog. Goedemorgen lieve mensen. Dag lieve mensen, lieve mensen. Dag lieve mensen, leuk dat je kijkt. Lieve mensen, hoi allemaal. Hoi allemaal. Lieve meisjes en jongens, heren en dames. Koeken en peren. Peren en koeken. Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag een beetje een andere video, want vandaag bestaat mijn kanaal precies 1 jaar. Vorig jaar op 20 december ben ik begonnen met YouTube. Toen uploadde ik mijn allereerste video en toen zat ik hier ook precies op hetzelfde plekje met precies hetzelfde blouseje. Het enige dat anders is, daar hangen nu slingers en mijn haar is ietsjes langer. Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Vera en welkom op mijn YouTube kanaal. Hoi, leuk dat je kijkt. Oh mijn god, wat... Oh. Wat erg, wat is dit erg. Genoeg om met jullie te delen. Hopelijk. Genoeg om met jullie te delen. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Oh, wat erg. Er zijn een paar dingen die ik nog... Een paar dingen die ik graag nog met jullie wil delen. Ik heb video's gemaakt waar ik super trots op ben. Wat ik echt super leuk vond om te doen. Leuk vond om te editen. En nog steeds leuk vind om terug te kijken. Maar er zijn ook video's waarvan ik denk, nou, waarom heb ik dat ooit online gezet? Weet je, een video maken kost echt veel tijd. Je moet een idee bedenken. Je moet het uitwerken, voorbereiden. Dan moet je het helemaal gaan filmen en alles. Daarna moet je nog alles gaan editen en ik doe hem meestal 3 keer door de edit voordat hij echt helemaal goed is. En dan moet je hem nog helemaal online zetten op YouTube. Moet hij nog uploaden, duurt ook weer 5 uren. Moet beschrijving maken, thumbnail maken. Een YouTube video maken kost echt heel veel tijd. En daarom ben ik ook de afgelopen maanden een beetje minder actief geweest. Omdat ik gewoon... Ik heb het smoordruk. Ik heb zoveel dingen te doen. Stage en school en afstuderen en noem het maar op. World Servants. En al die andere 1000 dingen die ik er nog bij doe wat helemaal niet nodig is. Ik kom helemaal nergens meer aan toe. Dus, er komen weer video's aan. Ik heb in de vakantie weer wat video's gepland. We zitten nu natuurlijk weer in een lockdown. Dus de komende tijd komen er weer video's. Want ik heb genoeg tijd om ook video's op te nemen. En ik kan je ook garanderen dat het komende jaar dat er betere video's aan zitten te komen. Want ik heb gewoon meer ervaring. Ik weet nu wat ik doe. Ik weet wat ik wil. Daarnaast wil ik nog 1 ding eventjes aan jullie laten zien. Ik heb namelijk een cadeautje voor mezelf gekocht. Vorig jaar heb ik al mijn gespaarde geld uitgegeven aan deze camera. Dit jaar heb ik al mijn gespaarde geld uitgegeven aan deze camera. Een GoPro Hero 8. Dit is niet de allernieuwste, want... Sorry, maar... Oh, dat kan ik niet betalen. Ik heb een GoPro gekocht omdat ik wil gaan reizen. En dat is eigenlijk de enige reden. Ik wil namelijk leren surfen. In Portugal. Ik wil op zo'n hondenslee in Lapland. Ik wil berg beklimmen in Oostenrijk. En om al die dingen te doen is een GoPro toch echt wel super handig. Oké, dit is hem. En daarnaast zitten er nog dingen bij waarmee je hem op je hoofd kan zetten. En waar je hem goed mee vast kan houden en zo. Ik ben er heel blij mee. Voorlopig heb ik dit ding helaas niet nodig. Ik kan hem ook niet uittesten onder water of wat dan ook. Want zwembaden zijn niet open. Het is winter. Maar ik ga hem binnenkort voor jullie uittesten. En jullie krijgen de beelden dan te zien. Wat ik ga doen weet ik nog niet. Maar heb je een idee? Laat het even weten wat ik met deze GoPro kan doen. Ik ga hem in ieder geval heel goed bewaren voor al die tripjes die ik ga maken de komende jaren. Als corona ooit weer... vertrekt.
zou heel fijn zijn. Oké, terwijl wij genieten van deze appeltaart, kunnen jullie genieten van de leukste beelden van het afgelopen jaar. Dank jullie wel allemaal voor alles. En ik hoop dat we nog 50 jaar door mogen gaan. Doei! Oh nee, we zitten allemaal op de taart. Hallo, hallo. Ja? Ja. Heb je wens gedaan? Ja. Hi. Shit, hij stond er net niet op. Hij staat er net niet op. Hij staat er net niet op. Grapje. 2 achter 2 mis. Door, door. Nou, mis. Oké, okay, ready? 4 En nu gaan we kijken of dat nog is. Ik ben helemaal geen goede vlogger nieuw. Ik kan dit veel beter. Doe dan. Oké. Okay. We zijn op of in Grebbelini? Onder. Waar zijn op we? De Grebbelini. Oké. Okay. Op de Grebbelini. Hallo allemaal, we zijn op de Grebbelini. Op de Grebbelini of op de Grebbelini? Hou nou eens je kop. Grebbelini. Ik moet nog even vloggen. Nou, hoi allemaal, daar ben ik weer. We zijn nu op de Grebbelini. En dat is een gebied. Grebbelini. Dat is het toch? Dat zeg ik. Nou, op de Grebbelini. Wat is het dan? Ik kan dit veel beter. We gaan weer naar huis. Ja. Maar kijk dit hoofd dan. Dit is toch een vet leuk hoofdje. Ja, echt leuk. Hier word ik veel vrolijker van dan iemand zonder mond. Oké, okay, mensen, we zijn 2 uur verder. En dit is de status. Nou. Waar is de mixer? Nou, in de kast. In de kast. In de kast. In de kast. Met en niet in die kast. In de kast. Nee, fout. Koud. Oma, heb je een nieuwe Tesla? Met Ja, vind je hem niet leuk? Ik vind hem heel leuk. Heel erg leuk. Ja. Hoe jij ook begon. Hier, hoe jij begon. Ja, jij deed het zo. Wat ging je helpen? Kijk, wacht. Zo? Jij deed het echt zo. Ik kan het wel. Ik kan het wel. Heel ja! We zijn, we hebben geen geduld. We moeten ze af laten koelen. Maar ja, dat doen we niet. Oh, jij eet al. Hoe krijg je dit open? I am gewoon. Nou, ik krijg het er niet uit hoor. Nee, man. En? Het is echt lekker. Ja, toch? Dat is een uitje.
Achter. Auw. Nou jij, zie jouw gezicht dan. Ja, zie jouw gezicht. Heb je wimpers. Hoi. Mag ik een ijsje met 5 bolletjes? Dit is echt gek joh. Nou jongens. Ik heb mijn ijsje. Daar hebben we hem dan. Hij smelt nu al. We beginnen met het shirt. Oké. Oké. Dit is het shirt. Ja, klaar weer. Wit! Nee! Nee! Ja! Wij zijn terug bij jullie. Ja. Dat er nou nog zonnebloemen waren. Mensen, welkom in Friesland.
Kijk hoe mooi het nou is. Wij zijn onderweg. Ik weet niet of je me hoort door de wind. Denk het wel. Nou. We zijn onderweg naar opa en oma. Want dan gaan we eventjes... een bloem. Waar is het bloemetje nou? Oh, daar. Het bloemetje brengen. Ja. En het is heerlijk weer. Met zonnejas zijn we. En ja. Genieten. Wat zei je nou? Dat je soms gewoon niet nadenkt. Wel altijd. Tulpen. Met de lammetjes. Oh, vrolijk Pasen. Kijk nou toch. Motor. Motor. Wat lief. Dit is echt zo schattig. Bel oma. Dan moet je opa bellen. Hoi omaatje, Martijnaatje. Ik ga ook wel even door het raam. Nee, nog niet, maar dat doen we morgen even. Dat doen we morgen even. Nou, voor jou. Ja, ja. We dachten, het is mooi weer. Ja, ja en opa. Bijna verbrand. Je bent bijna verbrand. Zo rood. Dat is charmant, hè? Nee, verbrand.